Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Zeg Jen, we zijn hier op uw zelfpluktuin. Zo'n pluktuin? Eigenlijk zeg je dat niet. Frambozen, ja? Die plukken we. Maar evenzeer hebben we daar prei. Je gaat toch geen prei gaan plukken? Ja, je trekt die uit de grond. Ja. Voilà. Dus we oogsten een prei en een veld. Een dus zelfoogstveld. Is... Voilà, goed zo. Oké, het is niet hetzelfde als een pluktuin. Ça va. Dus de mensen kunnen hier gewoon komen oogsten wat ze nodig hebben. Ja, en we werken gewoon met een systeem waar er vlaggetjes en bordjes staan. Ja. Om aan te geven wat kan wel of niet geoogst worden. En de basisregel is geen vlag, niet oogsten. Niet aankomen. Ja, voilà. Dat is hem dan, Jen, de witte kool. Ja, ja. Er zit er wel wat groen uit. Ja. En dat is ook eigenlijk super voedzaam, hè? Want zo'n witte kool, ik denk dat iedereen dat wel herkent als je dat koopt. Pak dat je de helft gebruikt, wat doe je met de andere helft? Ja. Heb jij daar tips voor? Maar weet je wat super handig is, en dat is misschien een van de redenen waarom het zo populair is, dat bewaart keigoed. Hè? Je kan de hele plant uittrekken en dan omgekeerd ophangen, ergens waar het vorstvrij, koel maar vorstvrij blijft, ja. En kan heel de winter doorgaan. Gewoon zo, de volledige ja. Plant met de stengel. Ja. Mag ik mijn witte kool dan plukken voor de... Oogsten. Doe maar. Is dat hetzelfde als de andere kolen? Gewoon ja, gewoon afsnijden. Ik kan het blad gewoon afbreken. Top, hè. Oh, ik vind die eigenlijk schattiger als die zo wat kleiner zijn. Ja. Die zijn, hebben we geplant 20 juni. Amai, oké. Okay. Ja. Dus die en die staan... blijven nog... Hoe lang goed tot... Die kunnen, als het niet te hard vriest, kunnen ze gewoon heel de winter blijven staan. Het grootste probleem die je kan hebben bij die sluitkolen, noemt dat, is als het een hele tijd droog is geweest en dan komt er veel regen, die nemen al dat water op en die gaan barsten. Dan zijn ze niet meer goed. Die zijn oké, okay, maar ja, dan moeten ze snel weg. Ik ga er gewoon mijn lekker Japanse salade mee maken. Jen, dikke merci. Graag gedaan.